Dat is 120 jaar geleden dat Svante Arrhenius in de Universiteit van Uppsala het broeikaseffect uitlegde. En zei dat mocht ooit, hij achtte het totaal onwaarschijnlijk, maar zag dat er telkens meer kolen werden verbrand sinds de industriële revolutie. Hij achtte het totaal onwaarschijnlijk, maar mocht ooit er dubbel zoveel CO2 in de atmosfeer komen, dan zou er een temperatuurstijging zijn van 3, 4, misschien zelfs 6 graden. Bangelijke voorspelling. En daar hebben we 120 jaar niet naar geluisterd. Tot dan leven we met z'n allen een beetje zoals de grap van de man die naar beneden viel van het appartementsgebouw van 106 verdiepingen die bij het passeren van de vierde zegt: tot hiertoe zie ik het probleem eigenlijk niet. De kikker in de pot, u weet het wel. En dat terwijl wij de realiteit niet goed aan kunnen om te weten dat het probleem eigenlijk veel erger is dan wij mogen weten. Dat hebben we vanavond ook wel een beetje uit de doeken kunnen doen, dat het catastrofaler kan aflopen dan om het even welke media vandaag eigenlijk durft zeggen. Maar ook dat eigenlijk de oplossingen veel hoopvoller zijn dan wij ook mogen weten. Dit is Ivanpah, dat is, daar heeft men het warm water uitgevonden. Gewoon van de zon met zonnespiegels verwarmt men zonnetorens. In Spanje kan dat zelfs 15 uur aan een stuk. Zelfs als de zon niet schijnt, dus. En deze installatie maakt energie voor 140.000 gezinnen. En als we 200 op 200 kilometer wereldwijd ergens volzetten met dit soort dingen, hebben we de hele energiehonger van de planeet gestild. Dan word ik weer hoopvol. Want niemand weet dat als de Noordpool verdwijnt, dat niet enkel gewoon een probleem is van de ijsbeer, want die wordt gered door Coca-Cola. Nee, als bij elk stukje Noordpool dat verdwijnt, krijg je zwart water en wit weer klaatst en zwart niet. Dus hoe minder ijs, hoe warmer, hoe minder ijs, hoe warmer. Dat is een positief feedback loop, een positief terugkoppelingssysteem wat eigenlijk helemaal niet positief is. En vandaar die vreselijke curve die dan waf omhoog schiet. Mee met de methaan in de permafrost van Siberië, een gebied zo groot als België, Frankrijk, Duitsland samen, waar op dit moment een gas is aan het ontsnappen dat 24 keer dikker is nog dan CO2. Dat is het omslagpunt. Maar we kunnen dat andere omslagpunt dus vanavond ook nog inzetten. Dat omslagpunt dat ons wel naar een min of meer veilige en leefbare planeet zou kunnen brengen. Omdat het mogelijk is, omdat het kan en gewoon omdat het moet. U heeft dat net ook uitgerekend, 2040, hoe oud uw kinderen, laat staan uw kleinkinderen, zouden zijn. Omdat het wel mogelijk is, hebben wij niet mis te verstaande boodschappen geschreven in het zand ooit. Wij zijn met toch 12.000 gaan dansen voor Kopenhagen. We hebben met 350.000 man, velen onder u ook, waarvoor nog altijd zoveel dank, gezongen. En het heeft allemaal wel iets uitgemaakt omdat we er moeten in geloven dat ook daar dat omslagpunt sneller komt dan wij het durven te hopen. Dat die muur sneller is gevallen en apartheid. En dat algemeen enkelvoudig stemrecht er wel is gekomen omdat mensen het gewoon vroegen en wouden. Kijk naar dit fenomenaal gebouw. Het is ook 100 jaar oud. Een moment waar toen ook werd gezegd dat het totaal onmogelijk zou zijn om de werkmens allemaal een oké leven te geven. Omdat dat de dood zou zijn voor de economie die helemaal zou wegtrekken. En welstand was dan onmogelijk. We hebben dat eigenlijk redelijk goed opgelost en redelijk snel. En dit is een van de prachtige juwelen aan de kroon van die revolutie. Maar we staan voor een nieuwe. En ik ga u met een simpel voorbeeld even tonen hoe dat kan, hoe snel. Wie rookt er nog? Hier? Eventjes. Oké. Wie heeft er gerookt?
Zo snel kan het gaan. Zo snel kan het gaan. En wat brengt die omslag? 3 dingen. Je moet gewoon ophouden dat paljassen in witte jassen betaald door zeer, zeer machtige lobby's onzin en leugens blijven verspreiden. Je moet een gedragsverandering in gang zetten en dan heb je ook een paar regels nodig. Want natuurlijk, rokers, doe rustig verder. Dit is jouw probleem, maar als we dat samen in één wagen gaan doen, dan heb je een ander probleem. Dan moet wetgeving eraan te pas komen en wij zitten samen in die wagen en sommigen blijven roken. En we moeten van het roken af en we moeten van de olie af. En beide zijn mogelijk. En van beide word je niet ongezonder. Wel een tegendeel en word je welvarender en zal je langer leven. Dus wie recycleert er nog niet eigenlijk, bijvoorbeeld? Iedereen. Was dat mogelijk? Nee, de Vlaming zou nooit recycleren. En zo. We hebben dat allemaal massaal gedaan. We zijn koningrecycleurs. En inderdaad, wie vandaag nu wel nog zijn afval gewoon op straat gooit, ja, die wordt beboet. Daar hebben wij dan ook wetten voor. En CO2 op straat of in de atmosfeer gooien, na een tijd zal dat ergens ook een beetje door de derde macht moeten geregeld worden. En daarom zijn we hier vanavond voor een soort re-evolutie. Om te op te houden met dat oude sprookje, dat we allemaal gewoon een klein beetje ons best gaan doen en een klein beetje een kleinere auto en een klein beetje minder slecht doen. Omdat dat is zoals, ik sla mijn vrouw nog enkel op dinsdag en vrijdag. Ik doe minder slecht, dus eigenlijk ben ik goed bezig. Nee, we moeten die omslag maken en we willen die omslag maken. 75% van de Vlamingen zegt absoluut wel bezig te zijn met het klimaat. Dus we moeten opbouwen met het feit dat daar geen sociaal draagvlak voor is en dat we dus maar niets doen. Ophouden met die onzin. We hebben, dames en heren, lang, ja, 120 jaar lang, heeft men ons genegeerd. Dan heeft men lang dus met ons gelachen. Maar dan gaan we vechten en dan, lieve klimaten, als jullie allemaal meedoen en vanavond bijvoorbeeld meetekenen, dan is dat een gigantisch signaal dat we van die 11 die we zijn, toe moeten naar 11 miljoen samen. The people versus the state. En dan gaan we winnen. Dank u wel.